Ja, joh, reorganisatie in de gemeente. Weet je wat we moeten doen? Opheffen de gemeente. Gewoon opheffen. Pond bestaat 10 jaar. Onze wens? Met volle kracht doe je nou, joh. Doorgaan. Doe eens even rustig, joh. Ah! Hou de mooiste omroep van Nederland online. Ah! Word lid. Vieze k***en roze flikkers. Ja, we staan hier vandaag op het Waterloopplein en het Waterloopplein ondergaat binnenkort een enorme herinrichting, waardoor alles tijdelijk verplaatst wordt naar de Amstel. Bepaalde ondernemers kunnen helaas niet door met het verkoop hier en mogen ook niet meer terug. En daar is deze, een van deze frietkramen en de eigenares is Monique, één van. Dag, dag. Het moet hier hipper worden. Van jij? Authentiek blijven. Nee, joh. Ja, schei je uit. Hip. Ja, biologisch. Ga je me ergens buiten de bijl maar iets hips doen? Jij staat al 12 jaar lang op de markt. Zorg deze reorganisatie van het Waterloopplein dat jij echt helemaal weg moet? Daar komt het op neer. Ik mag dan misschien wel aan de Amstel staan. Er is een plekje, maar er is geen stroom. Kan je dan deze kar gebruiken? Of, Nee, dan moet ik een nieuwe kar halen. Dan moet je een nieuwe kar halen. En mag je, is er ooit nog een kans dat je wel op het Waterloopplein mag komen te staan? Ik moet me inschrijven en aanzien mijn kaartje maar 2 jaar geldig is, heb ik weinig kans. Dat is het leuke aan dit tentje waar we nu staan. Je kan hier gewoon nog een bakje koffie halen voor 1,40 €. En die linkse mensen hierachter op het stadhuis, die willen eigenlijk dat je gewoon naar de Starbucks gaat lopen. Of naar de koffiecompagnie en dat je daar gewoon 5 euro stuks laat op de toonbank. En dan krijg je een of andere hele smerige latte macchiato met allemaal groene theeblaadjes, siroop en biologisch weet ik wat ze allemaal verkopen. U gaat nou weg bij deze frietkraam, maar die komt ook niet meer terug. Hè? U gaat nou weg bij deze frietkraam, maar die komt ook niet meer terug. Maar dat komt omdat als je volgend jaar weer stemmen gaat, dan stemmen ze weer allemaal op dit linkse zootje. En dan krijgen we weer allemaal precies hetzelfde. Eigenlijk is er geen plek meer voor jou op het Waterloopplein? Ja. Of je moet iedere dag meedoen aan een bepaalde loting? Ja, maar dat risico ga je niet nemen met een kar van 30.000-40.000 euro. Het wordt veel hipper. Ja. Daar zitten de mensen echt niet op te wachten. Als je gaat kijken naar de toeristensector, de mensen die komen allemaal, ik ga het eerlijk even vertellen hoe het zit. Ze komen naar Amsterdam voor de coffeeshops, het Waterloopplein en de oude sites. Daar komen ze voor gewoon. En als wij geen toeristen meer krijgen, dan komt er ook geen belasting binnen. En als er te weinig belasting binnenkomt, dan worden de gemeentelijke belastingen ook steeds duurder, want het geld moet toch ergens wegkomen. Is een kraam, gaat hier weg? Ja. Voor de reorganisatie? Ja, joh, reorganisatie in de gemeente. Weet je wat we moeten doen? Opheffen de gemeente. Gewoon opheffen, de hele gemeente. En sinds wanneer ziet u het nou fout gaan bij de gemeente? Altijd. Die jongens, wat doen die nou? Ja. Salaris opstrijken, dingen mee bemoeien waar ze niks mee te maken hebben. Kijk, dat het plein opgeknapt moet worden, dat begrijp ik wel. Maar ik vind wel de mensen die hier gewoon een vaste plek hebben, met de snackkarren zeg maar, ook andere collega's. Ja, ik vind wel dat die recht hebben om een plekje om terug te komen. Wat ik ook heb gehoord is dat hierachter nog ergens misschien een biomarkt komt. Dat moet natuurlijk ook allemaal vertegenwoordigd zijn. Ja. Dus ik hou me hard vast. Maar ik denk niet dat Monique erop mag met filter koffie. Wat wel terecht zou zijn als het wel zou mogen, maar dan moeten we even afwachten. Ja, het is toch ook eigenlijk een hele ranzige markt hier met al die vogels en allemaal hier? Ja, die wonen hier, die vogels. Huh? Die moeten ook weg. Ja, die gaan niet weg.